Goedemiddag, dames en heren. Hij staat aan. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij het Historisch Café. Of ik zou bijna zeggen, Café de Volle Bak. Want het is lekker druk. Ik had een paar huishoudelijke mededelingen, maar ik geloof dat ik die gezien de tijd maar even weglaat. Dat was namelijk een opsomming van de komende activiteit. Ik zou zeggen van, kijk vooral op de site en de agenda van Oud-Utrecht, want daar staat het allemaal. Dus dan heb ik weer 2 minuten gewonnen. Zoals jullie gezien hebben, staat buiten, of misschien hebben we het ook niet gezien, een clubje van De Inkpot, stripschap De Inkpot, die onder andere in het nummer, huidige nummer van De Duik, een verhaal hebben geschreven op pad met Oud-Utrecht. Dus dat is wat afwijkend van de normale verhalen. Zij hebben het nu in de vorm van een strip gedaan. Ik zou zeggen, kijk daar vooral naar. En dan zijn we gelijk bij de spreker van vandaag. Het is me een heel groot genoegen om bij u aan te kondigen, Daan Klaassen van de afdeling Erfgoed Utrecht. Daan die heeft een studie Communication en Multimedia Design aan de Hogeschool van Rotterdam gedaan. En daarna is hij in 2007 alweer bij de afdeling Erfgoed gekomen. En daar houdt hij zich bezig met de 3D visualization. En het resultaat daarvan gaat hij nu aan jullie laten zien. Tenminste, voorbeelden daarvan, want het zal ongetwijfeld niet zo'n heilige oeuvre zijn. Maar nogmaals, Daan, van harte welkom en zet hem op. Dank je wel. Nou, welkom. Grote, volle zalen. Het is gelijk mijn vuurdoop, zeg maar. Ik geef nooit lezingen, dus u heeft wel een première hier. Ik zit normaal gesproken achter mijn beeldschermpje en nou ja, dan maak ik plaatjes en dingetjes en die spreken meestal zich voor zich. Dus ik ga het proberen. Nou, dank je wel voor de introductie. Daan Klaassen dus, afdeling Erfgoed gemeente Utrecht. Inderdaad al 16 jaar bij de afdeling werkzaam. Ik ben ooit begonnen tijdens mijn studie om te kijken of... Ik was heel erg geïnteresseerd in 3D-visualisaties en geschiedenis altijd. En ik wilde een soort combinatie tussen die twee maken. Dus ik ben ooit begonnen met het reconstrueren van een Romeinse wachttoren. Dit is het resultaat. Dit is mijn jeugdwerk inderdaad, dat is lang geleden al. Maar dit was gelijk ook de test voor de afdeling Erfgoed, om te kijken van, ja, kunnen we iets meer met het onderzoek wat we doen? En hoe kunnen we het interpreteren? Dit is een voorbeeld van een archeologische opgraving, dat ziet er dan zo uit. En ja, goed, ik werd dus gevraagd van, kunnen we hier iets van maken? Archeologen vinden in het veld nou ja, heel veel sporen en dat is vaak niet meer dan een spoor. En goed, over de constructie daarvan weten ze niet zoveel. Dus we zijn gaan zitten. We hebben een molenbouwer erbij gevraagd. Van kunnen we aan de hand van deze sporen iets maken? Nou, die molenbouwer kon ons vertellen iets over constructies. En uit de sporen kun je zien hoe dik een paal is bijvoorbeeld. En nou ja, ga je dit op elkaar zetten, dan klaar, wacht even dat die mensen langs zijn. Iedereen zit? Vervolgens ga je die dingen op elkaar zetten en het is een beetje een vaag plaatje trouwens. Met die molenbouw konden we ook constructies maken en kwamen al snel tot een ruwe opzet van hoe zo'n Romeinse wachttoren eruit ziet. We wisten ook heel veel van het interieur van die wachttoren. De Romeinen hadden heel veel zooi achtergelaten, dus we konden ook iets vertellen over hun leefwijze. En daardoor konden we ook het interieur reconstrueren. En je ziet hier dat ze op stapelbedden lagen en een haardplaats hadden en wat ze op het dieet hadden. Het is een opengewerkte versie. Maar goed, toen vonden ze het wel interessant bij de gemeente. En toen kwam de vraag ook nog of we een publieksboek konden maken. Vast wel bekend hier. Over de domtoren, dat was er nog niet. En toen ben ik gevraagd of ik die domtoren virtueel kon opbouwen en daarna weer kon afbreken. Want we hebben geen afbeeldingen van hoe dat ding gebouwd is. Dus dat heb ik gedaan. En van het een kwam het ander. De domtoren staan niet alleen. Dus de hele stad moest er ook omheen gemaakt worden. En vervolgens moesten we ook die geschiedenis laten zien van hoe dat dan opgebouwd was. En
Sommige dingen hadden we heel veel gegevens van, zoals het bouwen van de Domkerk. Daar zijn de bouwrekeningen voor bewaard gebleven. Dus die konden we ook heel precies afbreken weer. Daarnaast nog meer Romeinse dingen, want dat hebben ook een heel groot Castellum Hoge Woerd, waar we van alles doen. Daar heb ik het, een fase gereconstrueerd van niet alleen Romeinen en middeleeuwen, ook vroege middeleeuwen. Ik ga even heel snel door de voorbeelden en dan... dit is misschien ook al bekend, dit is Staten en... dit is Utrecht. Ja, tel maar meer. Dat is Paleis Loven wat je ziet daar. Vanuit de winkel van Sinkel en dit is vanaf het Domplein gezien, dus een recent project. Bijvoorbeeld de ommuurde stad hebben we ook nog gedaan. Renaissance stadhuis, Katharijnenconvent. Modernere dingen doe ik ook aan. Dus Jongerius, het complex, die had eerst een mooie boerderij en een fabriekje, wat hij later ging verbouwen tot een soort modernistisch huis. Niet alleen exterieur, ik doe ook interieur kunnen we reconstrueren. Wie weet wat dit is? Ik hoor Drift en de Utrecht. Dit is de Utrecht. Het trappenhuis van de Utrecht. Maar inderdaad ook gesloopt. Dus, Nou, hoe doe je dat dan allemaal? Daarvoor hebben we een soort van werkmethode ontwikkeld. En dat begint bij de bronnen. Ik maak gebruik van zoveel mogelijk verschillende bronnen om zo accuraat mogelijke reconstructie te maken. De ene van is archeologisch onderzoek. Nou, dat gebeurt hier in het veld. Er wordt van alles gedocumenteerd. Ja, dat is het veld, zo noemen we dat. Dit is op het Domplein toevallig. Bouwhistorie gebruik ik ook. Dat is hetzelfde wat archeologen doen, maar dan in een bestaand pand. Dus eigenlijk niet in het horizontale vlak, maar in het verticale vlak. Die vinden van alles in muren en dat dateren ze dan met kleurtjes. En zo wordt de geschiedenis van het pand eigenlijk verteld. Historische afbeeldingen gebruik ik ook heel veel. Die geven een hele goede bron van hoe het in de tijd eruit zag. Veel archivalische bronnen ook. Hier staat bijvoorbeeld een stuk waarin wordt beschreven hoe de wijzerplaten van de Domtoren in 1615 staat daar, werden gehesen op de Domtoren. En we konden precies aan de hand van die gegevens reconstrueren hoe groot die platen waren, welke materialen ze nodig hadden en wat voor problemen ze daar ook tegenkwamen. Want toen stond de kerk nog aan de toren vast en er moest wel een wijzerplaat tussen die kerk en die toren gehesen worden. Nou, in dat stuk wordt helemaal beschreven hoe ze dat met touwen en balken oplossen. En het is uiteindelijk gelukt. En dat konden we virtueel ook nog reproduceren. Maar speciaal in het thema van vanavond. Dit is, het is een beetje licht, maar dit is de 11e van de 11e in 1516. Kan er meer licht uit? Voor mij mag er meer licht uit. Ik weet niet of dat kan. Er wordt aan gewerkt. Het is ook een heel donker plaatje. Maar 1516 Sint Maartensavond werd er een lantaarn gehesen in de lantaarn van de Domtoren. En dat werd hier helemaal beschreven. Daar hebben we de rekening van. Hier wordt beschreven wat er voor nodig is. Dus welke materialen ze gebruikten, hoe groot die materialen waren. Hoeveel kaarsen ze gebruikten, hoe zwaar de kaarsen waren. Vervolgens kunnen we het helemaal digitaal reconstrueren. Ik heb dus het aantal kaarsjes erin gezet. En in de computer kun je heel mooi aangeven wat de sterkte van het licht is van een kaars. Nou, maal, hoeveel staan er? Volgens mij een stuk of 20. En dan zet je het licht uit in de reconstructie. Je zet hem de datum op 11 november 1615. Dan krijg je dit licht en dan zie je de kaarsjes weer schijnen. En is dit het beeld wat er in 1615 was op Sint Maarten? Maar loop ik een beetje vooruit op hoe ik het doe. Ik maak ook gebruik van de nieuwere bronnen. Dit is een hoogtebestand van Nederland. Er vliegt een vliegtuigje over Nederland heen, die schiet lasers naar beneden. En die lasers kaatsen weer terug en die geven dan exacte hoogte van panden. Dit is de Pieterskerk. Dit geeft mij een heel goed beeld, of een hele goede maat om daar weer andere gebouwen aan op te hangen. De Pieterskerk die stond er in de middeleeuwen ook al. Toevallig, ik sprak net Piet, toevallig, dit is een opgraving die we gedaan hebben hier rechtonder, waar nu de zaal boven zit, zeg maar. Dit is het opgraven van het oude Cecilia-klooster wat hier ooit stond. Dat kan ik door middel van fotogrammetrie, dan maak je heel veel foto's, kun je dat vastleggen. En dat geeft een hele complexe murensituatie weer. Hier krijg je weer een puntenwolkje uit. Maar vervolgens kun je die punten en dat 3D-model weer importeren in mijn programma. Je moet even kijken, ik moet er een filmpje starten. Het ging
ging net niet helemaal lekker. Maar daar gaan. Dat 3D-model zet ik dan in het programma. Ik leg er verschillende kaarten onder bijvoorbeeld. Die pas ik dan even goed. Dit is nog een opmeting die net voor de sloop gemaakt is. Vervolgens kun je dat veldwerk wat er eigenlijk gescand is, kun je weer aan gaan vullen met de gegevens die we hebben. Dus dit zijn bogen van de kelder die je net aanzet nog zag aan de linkerzijde. We weten dat het een refter was, dus we kunnen de bovenkant ook opbouwen. En zo kun je eigenlijk zeg maar, het hele kloostercomplex weer terug opbouwen. Als je maar genoeg gegevens combineert. Ja, het is wel grappig, ik had niet gerealiseerd dat het hier onder onze voeten nu is. Maar we zitten dus nu boven die zaal aan de rechterzijde. Maar weer even terug naar dit plaatje. Dit is de cover van het boek. En de uitgever die vond het wel fijn om een soort fleurig plaatje te hebben. Ik had meer dit in gedachten eigenlijk. Het is ook wel grappig dat je dan ziet wat zo'n luchtje erachter al doet. Hè. Het beeld blijft hetzelfde, maar het heeft een hele andere sfeer. Maar wat je op deze afbeelding goed ziet is de snippenvlucht. Ik weet niet of dat bekend is bij sommige mensen. Maar dat was een rijtje huizen. En die stond waar nu de... Ja, volgens mij worden nou waterfietsjes verhuurd tegenover het stadhuis. Daar stond, tot in de 17e eeuw stond daar een hele rij huizen. Maar die zijn dus gesloopt in de 17e eeuw om meer ruimte te maken in de gracht voor de doorvaart. We kunnen hier dus niet gebruik maken van de archeologische bronnen. Want archeologie onder water, dat kan wel, maar dat lukt niet echt. Bouwhistorie lukt ook niet meer, want die panden zijn helemaal gesloopt in de 17e eeuw. Er is eigenlijk dus niks meer van over. Maar toch konden we daar wel een reconstructie van maken. Door het gebruik van andere bronnen. Hier een oude kaart van Brown en Hogeberg volgens mij. En die tekenen nog op de plek tegenover het stadhuis het rijtje huizen. Zo zijn er heel veel meer kaarten die ook dat rijtje huizen nog tekenen. En je moet je voorstellen dat het waren eigenlijk een beetje hetzelfde soort type huizen als nu aan de achterkant van de Koorstraat. Dat is, zijn eigenlijk de oude overtuinen, wat later werfkelders werden, die helemaal opgebouwd zijn. Ik hoop dat de werfkelderverhaal hier een beetje bekend is. Anders leg ik het even snel uit. In de middeleeuwen had je een eigenaar van een huis en het eigendom ging tot midden van de gracht. De weg was openbaar, maar als je dus je goederen wilde uitladen, dan maakte je eerst een tunneltje en het ging je zo naar je huis toe graven. En dan kon je snel je goederen vanuit de boot in je kelder brengen. Dat werd later uitgebreid. De weg mocht niet overbouwd worden, dus gingen ze aan de andere kant van de weg bouwen. En ja, in sommige gevallen zijn er ook zo, als je aan de Koorstraat ziet, ook huizen opgebouwd. Dat was in de snippenvlucht ook het geval. Hier een afbeelding van meneer Droogsloot. Dat is de vroegste afbeelding die we kennen volgens mij van de snippenvlucht. Hier aan de rechterzijde tekent hij dat rijtje huis ook heel mooi. Ging het te snel? Ik ga nog een keer terug. aan de rechterzijde, daar had een cirkeltje omheen gemoeten, heb ik een pointer. Kan ik pointen? Oh, hier, kijk. Dit rijtje huizen, dat is de zogenaamde snippenvlucht. Hier hebben we het huidige stadhuis, het oude stadhuis. En dit is de andere zijde van het rijtje. Dit is de Bezembrug. Het rijtje liep eigenlijk van de stadhuisbrug tot de Bezembrug. En net twee huisjes er nog overheen. Dus ik heb hier eigenlijk drie goede bronnen die ik kon gebruiken. Hier nog eentje van Sarendam, die tekent het stadhuis weer. En hier heb ik volgens mij een cirkeltje. Ja, aan de rechterzijde, achter de stadskraan, stond ook nog een stukje van dat rijtje huizen snippenvlucht. Vervolgens gaan we dat proberen te reconstrueren. Ik maak altijd gebruik van een basiskaart. Dit is het noordweststukje van Utrecht op zijn kop gezien. Het noorden is aan de onderkant. Ik importeer dat in stukjes, zodat het altijd alles wat ik bouw op deze kaart altijd op hetzelfde nulpunt ligt. Zeg maar. Het nulpunt is daar het zwarte kruisje bovenin. Dat is de Domtoren. En als ik dan iets op die kaart bouw, staat het altijd op de goede plek ten opzichte van andere gebouwen. Het stukje snippenvlucht bevindt zich daar. Dat is het stadhuis. Nou, omdat ik bij de gemeente werk, heb ik het geluk dat ik ook toegang heb tot wat meetgegevens. Hier hebben ze een keer alle werfkelders ingemeten. Ga ik weer even de pointer gebruiken. De snippenvlucht stond van de Bezembrug, zei ik net. Dus twee huizen van de Bezembrug tot met daar. Die bebouwing aan de oude gracht die is helemaal veranderd. Bijvoorbeeld dit pand, 161, en de oude bibliotheek hier. Die hebben niet meer de oude vorm. Maar die kelders die kunnen ons nog wel iets vertellen over de middeleeuwse vorm. Zoals ik net uitlegde,
met die werfkelders. Elk huis had het, nou, helemaal tot aan de midden van de gracht een erfje. En je ziet dus aan de kelders dat er bijvoorbeeld 161 zijn er twee kelders. Dus dat zijn in de middeleeuwen twee percelen geweest. En als je die theorie zeg maar doorzet, hier is nog een tekening van een bouwstructuur bij ons. Je zet dat principe door, zoals aan de Koorstraat, wat ik net liet zien. Dus het middeleeuws erf, dat kun je doorzetten tot het midden van de gracht. En dan weet je dus dat erf hoort er sowieso bij. Nou, dat kon aan de oude grachtkant ook. Dus je hebt die oude erven nog doorzetten en dan zie je hier eigenlijk het resultaat. Dus die kelders geven ons de middeleeuwse maat van de huizen die er niet meer zijn. Hier heb ik die tekening onder de lijnentekening in het 3D-model gelegd. Als ik te snel ga, moet iemand roepen. Want voor mij is dit gewoon dagelijks werk. Dus ik ga het... Maar ik hoor geen geluid, is oké. Nou, hier heb ik dus die erfjes even als grijze blokjes ingezet. Dit zijn de middeleeuwse erven. En nou, dat is het begin van de reconstructie, zeg maar. Hier heb ik een basis ingezet van, nou, ik weet, zoveel huisjes zijn het. Neem ik even een slokje water als de telefoon uitgaat. Sorry. Ik heb alle tijd. Dus. Vervolgens, als we weer naar die bron gaan kijken, die droogsloottekening, zie je dat die huizen aan de rechterzijde, daar loopt nog een mannetje langs, dus daar zit ook een werfje voor. En het werfje dat sloot zeg maar, precies aan op de doorgang van de brug. En die brug die bestaat nog, want het is de stadhuisbrug. Dus dan heb ik wel een maat, geeft dit mij, van nou, dit is dus de maat van dat werfje waar die huizen later op gaan komen. Simpel gezegd, je pakt de breedte van de brug en die interpoleer je rechtdoor. Dat is de doorvaartbreedte, minimale doorvaartbreedte. Ik heb de andere brug ook aan de linkerzijde, de bezembrug. Als ik daarmee hetzelfde doe, en nou, dan zie je dat die twee lijnen elkaar kruisen. En het gedeelte wat daaronder dan overblijft, zou de potentiële werf kunnen zijn waar die huizen op stonden. Nou, dat geeft dan vervolgens deze vorm. Dus dit is de ruimte waarmee je moet werken. Hier moeten die huizen opkomen, die er niet meer zijn. Hop. Gaan we weer terug naar die bron, gaan we weer kijken. Het is vooral heel veel schakelen tussen kijken naar de bron en dan heb je hier een nieuwe vraag. Van, nou ja, de volgende vraag is dan, oké, hoe diep zijn die huizen dan? En kunnen we iets aangeven van die diepte? Nou, je ziet dat er dus een mannetje loopt, er wordt nog spulletjes uitgeladen, er zijn deurtjes en raampjes. Dus er is nog wel ruimte om daar jezelf te bewegen, het is niet heel smal. Neem ik een gemiddelde diepte van een huis, een beetje wat overeenkomt met wat ik op die prent zie. Nou, dat zijn dus die nieuwe blokjes die erin staan. Ik hoop dat dat ook duidelijk is, deze blokjes. Die zijn dus de maat van die kelders doorgezet, dat je nog ruimte hebt om hier je spulletjes uit te laden en rond te lopen. Weer terug naar die bron. Nu weten we dus de maat van de huizen. Op die bron kunnen we zien hoe de daken zijn. Dus dan weet je ook de richting van de huizen, of het een dwarshuis of een diephuis is. Zet ik er ook in. Hier zie je dus de richting van de daken. Maar dan de hoogte. En dat wordt een ingewikkelde verhaal. We weten niks van die hoogte van die huizen. Dus dat is puur gok. Of gok. Dat is een goed aangenomen gok. Ik heb daar twee huisjes tussen staan, dat zijn de twee kleinste, dat zijn houten huisjes geweest. En de onderkant waar die groene lijn eindigt, dat is het straatniveau. Daaronder was de werfkelder die overbouwd werd. En het straatniveau bestaat ook nog, dus dan kunnen we daar weer een hoogte uit afleiden. Als ik die blokjes dan in 3D zet, het is weer een beetje donker, maar... En ik zet daar het straatniveau in. We nemen dan een gemiddelde hoogte van een middeleeuws houten huis, zo'n 2,5 tot 3 meter... We hebben heel veel onderzoek gedaan naar houten huizen in Utrecht, dus we weten, nou, dit is wel een beetje een doorgaand een maat van een houten huis. Nou, dan hebben we in ieder geval het straatniveau en het eerste verdieping van die twee huisjes erin gezet, in het rood aangegeven. Ga je verder kijken, zie je dat er een verdieping op zit en een zolder. Nou, dan gaan we weer uit van die gemiddelde maat. 2,5, 2 meter voor een zoldering. Als je dat erin zet, hebben we hier dus... Nu twee blokjes gereconstrueerd die ongeveer de maat zouden kunnen hebben van wat je op het schilderij ziet. Vervolgens kunnen we de rest eraan ophangen. Als je dus al die verdiepingen goed bekijkt en doorzet, dan nou, geeft dit een soort beeld van hoeveel verdiepingen en hoe hoog die verdiepingen zijn. Zet je dat er ook in, heb je dus een
grove reconstructie van het rijtje huizen. Dan is het alleen nog een kwestie van details toevoegen en dan heb je dit. Dat details toevoegen gaat natuurlijk niet in één keer, dat gaat met precies hetzelfde principe. Je kijkt heel veel naar die bron, je gaat de raampjes tellen, je gaat hoogtes schatten en vooral naar het een en het andere kijken en het aan elkaar ophangen. Er staat er één huis op de kop, dat huis, volgens mij heet het ook het Gulden Kop of zo. Dat is niet zo zichtbaar op die tekening, zie je net een achterkant van. Het heeft ook een beetje een rare vorm. Als je hier op de plattegrond kijkt, is dat, komt er een lijntje mee, is dat hier dit kophuis, hele gekke vorm. De werf gaat natuurlijk daar naar binnen toe, omdat die doorvaart aan die kant open moest blijven. Dan heb je een heel breed huis aan deze kant en een heel smal frontje eigenlijk aan de voorkant. Dat kon dus ook niet goed getekend worden door die droogsloot. Maar we hebben nog Sarendam die hem hier tekent. Die is heel goed in details en heel goed in perspectief. En die geeft ons toch nog best wel veel details van het huis. Zo kun je dus zien dat er een schoorsteen staat, een Vlaams geveltje. Nou, hier nog wat raampjes en een trapgevel met nog een grote schoorsteen. Nee, dit is de schoorsteen die hier staat. Een trapgevel met een beeld erop. Vervolgens hebben we hier nog een andere bron. Hier is het stukje gesloopt, de snippervlucht. Dit is dus in de 18e eeuw, toen was het al weg. Maar je ziet dus nog in de restanten aan de onderkant de afdruk van de kelder van dat kophuis. En ook hoe die aansloot op de hoek van de brug. Daar hebben ze een soort de brug verbreed. Dus er is hier een soort stukje uitgebreid. Maar je ziet daar nog wel het horizontale vlak wat het front van het huis geweest is. En dat zag er dus ongeveer zo uit. Aan de hand van die zijkant kun je precies de hoogtes, de mate van de vensters aangeven. En je hebt dus door de breedte van de straat, de breedte van de brug, een redelijk beperkte voorkant waar je toch alles in kwijt moet. Ook hier hebben we weer een hoop aannames gedaan natuurlijk, want die onderkant die is nergens in beeld, die zie je ook nergens. Maar het is een middeleeuws huis. Uit archieven weten we dus dat dit de Gulden Kop heeft, dat er een winkelfunctie in zat. Dus je kan de onderkant ook redelijk invullen met een generieke middeleeuwse winkel. Dit huisje rijtje was dus af, maar aan de rechterzijde moet nog een stuk bijgebouwd worden. Daar hebben we deze bron dus weer voor, die aan de rechterzijde van de Bezenbrug weer verder gaat. Zelfde techniek toepassend, kun je dat ook invoegen. Nou, dit is al een beetje vooruitlopend op de rest, maar hier heb ik de omgeving ook al ingevuld. Is het hele rijtje dan af? Nee, er stonden nog twee huisjes die nergens getekend zijn, maar die stonden er wel. En wij doen dan altijd, we willen niet een gat laten in die reconstructie, dus we vullen hem altijd in met een hypothetisch model. En dat is dus een soort abstract kartonnen doosje om aan te geven, er stond wel wat, maar we weten niet precies wat het was. Maar wel in hetzelfde stijl als de rest van de huisjes, maar niet gedetailleerd. En dan hebben we hier het complete rij huisjes met die twee niet gedetailleerde huisjes in het midden. Die ook precies tussen twee stegen lagen, dus het is ook wel logisch dat ze niet getekend zijn. Vervolgens is het allemaal leuk dat we één bron of twee, drie bronnen hebben gebruikt. Maar je kunt het nog checken met andere bronnen. Als we dit toepassen op de rest van de stad, en we gaan even aan de overkant van de brug ook dezelfde reconstructietruc toepassen. Ik heb hier de basiskaart weer eronder liggen met verschillende bronnen eronder. Ik zie archeologie en ik zie wat bouwhistorische opmetingen. Nou, dat kun je in 3D ook weer erin zetten. Vervolgens kun je daar de maten uithalen. En dan staat er één huis. En dat is dan eigenlijk het soort controlehuis om te kijken of de rest ook klopt. En dat is dat huis. Ik weet niet hoe het heet. Volgens mij de Rozenboom of zo. Kijk, ik hoef maar te roepen en dan weet iemand het. Roosendaal, Huis Roosendaal is dat. Bestaat ook niet meer. Maar het is wel gedocumenteerd en opgegraven volgens mij. Dat staat hier. Dit geeft ons een goede controlemogelijkheid om te kijken, hoe hoog is dat huis dan in relatie met de andere bebouwing. De dingen die er nog wel zijn, zijn het stadskasteel en bijvoorbeeld de buurtoren. Dus die heb ik er al ingezet in de reconstructie. Vervolgens moet ik kijken van, ik wil deze hoogte bepalen, maar waar zit deze tekenaar eigenlijk? Die zit, als je zo kijkt, hij kijkt op de brug, hij kijkt op de werf aan de rechterkant. Dus hij zit waarschijnlijk ergens op een verdieping te tekenen om dit beeld te maken. Hebben we toevallig ook onderzoek gedaan naar het pand waar hij zit. Dus weet ik precies de hoogte van. Bestaat ook nog, dus dat scheelt ook wel. Dus de balkhoogte en de verdiepingshoogte kloppen nog. Ga je dan vervolgens met je camera, dus dit is een camerabeeld, kijken
uit die verdieping. Je doet je luikje open, je gaat uit die verdieping kijken naar wat ziet die camera dan. Nou, dan is dat ongeveer het beeld wat die tekenaar ook tekent. En met dit beeld kun je dus ook dus die hoogtecontroles doen. Dus hier kun je kijken, nou, dat stadskasteel en die buurtoren die zijn nog, die zitten ook in de goede reconstructie. Dat huis Roosendaal heb ik er nou net in vorm ingezet, bestaat niet meer, maar die kan ik wel op hoogte zetten aan de hand van al die gegevens die ik net, ga ik even terug, uit deze bron heb gehaald. Het leuke is dat je dan ook, kijk of je het doet, in die reconstructie kan gaan rondlopen. Nou, hij moet even inladen volgens mij. Cliffhanger. Ik kan dus in die reconstructie gaan rondkijken en rondlopen. En dan kan je zelf, nou ja, dit is die tekenaar dus, die springt nu uit het raam. En die gaat even een rondje op de oude gracht lopen. Omdat we dus die huizen snippervlug net hebben gereconstrueerd en daar de hoogtes uit hebben kunnen halen, kun je die ook eigenlijk doorzetten naar de voorkant. En ja, goed, je weet de hoogtes van de verdieping, je weet hoe zo'n huis opgebouwd is. En dan kun je dus eigenlijk de straatzijde ook best goed reconstrueren. Nou, je hebt dus een klein wandelingetje door het model naar het oude stadhuis. En dan komen we aan bij dat kophuis, die gulden kop of gulden hoofd. Nou ja, daar wisten we eigenlijk heel weinig van, maar toch heb ik die voorkant weten te reconstrueren. Maar we kunnen ook zelfs het interieur daarvan reconstrueren, omdat de gegevens van de buitenkant geven ons ook aanwijzingen voor wat er binnenin gebeuren kan. De voorzijde is waarschijnlijk een winkelfunctie. Go, ja. De voorzijde is een winkelfunctie. In de zijkant zien we de hoogte van de verdiepingen, dus die muurankers die kunnen we erin zetten. Dan heb je daar de balken aan vasthangen natuurlijk. En daar ligt de vloer op. En daar zit een bepaalde hoogte waar je kruiskozijnen aan vast kan zitten. Er moet een trap in zo'n huis zitten. Het is een middeleeuws huis, dus we hebben verschillende plekken al trappen gedocumenteerd. Dit is een houten speeltrap. Pak je daar een gemiddelde trap, treehoogte van 20 centimeter. En je zet dat allemaal op elkaar. Dan is er maar één plek eigenlijk ook die overblijft waar die trap kan, want daar kan geen venster zitten. Dus dat is toevallig de straatzijde. Als je die trap vervolgens gaat beklimmen, een beetje dizzy van, zo groot is. Ja, die verdieping weten we dus niks van, het interieur weten we wel alleen waar een haardplek bijvoorbeeld is, omdat we zagen waar de schoorsteen zat. Als je dan het raampje open doet en je kijkt naar buiten, dan kom je eigenlijk weer bij de volgende tekenaar. Die ons ook gelijk weer helpt met het reconstrueren van... we hebben nu het model gereconstrueerd. Dat zag er allemaal heel grijs uit. Maar soms kan je ook iets zeggen over wat voor materialen het gemaakt is. En deze tekenaar, dat is meneer Honig. Die heeft de stadhuisbrug getekend. En ja, deze tekening is zo gedetailleerd. Die kun je gewoon eigenlijk nog bouwhistorisch onderzoek op doen. Zoals je hier bijvoorbeeld ziet dat er een spitsboogje gezeten heeft. Er is de pleistering afgevallen, zie je nog een dichtzetting met baksteentjes. En nou, hier zie je ook nog wat aanwijzingen. Dat vertelt ons heel veel ook over de materialisering van hoe die gebouwen opgebouwd zijn. En dat kunnen we dan ook weer verwerken in de reconstructie. Ook grappig van deze, ga ik weer even terug, is, jullie kennen Utrecht en de Stadhuisbrugplein is helemaal niet zo groot. Maar hier lijkt het een enorm plein, er staan ook heel veel mensen op en het ziet er een beetje raar uit. En dat hebben we ook weten te verklaren. Als je dus in die reconstructie gaat staan en uit het raampje kijkt, je kijkt naar links en naar rechts, dat heeft die tekenaar dus ook gedaan. Die is waarschijnlijk daar gaan zitten om het te gaan tekenen. Die heeft naar beneden gekeken. Dit ziet er allemaal heel natuurlijk uit. Maar hij kon niet alles tekenen, hij wilde de brug ook tekenen. Dus hij is in een ander raampje gegaan, heeft hij daar ook naar beneden gekeken. En heeft hij dus twee perspectieven in elkaar samengevoegd, waardoor je een soort opengeklapt plein krijgt. Nou, gaan we weer even een tochtje maken. Die springt ook uit het raam. We kunnen dus ook deze techniek gebruiken om het stadhuis te reconstrueren. En omdat Honig ook zo goed was in het schilderen van de andere details, kun je hier ook een kleur aan geven. Nou, die gebouwen komen even de lucht vallen. Dat is natuurlijk dezelfde techniek als ik voorheen heb beschreven. Daar hebben we ook veel onderzoek gedaan in het stadhuis. Hier geef ik er een materialisering aan. Dus hier kun je een beetje aangeven.
Sommige zijn van kleinere bakstenen, grote bakstenen, natuursteen, geschilderde natuursteen zelfs. Ja, dit is het oude Hazenberg, de Renaissance gevel, gemaakt door Karel de Vijfde. Een opdracht van Karel de Vijfde. Er staat allemaal koppen op van waarschijnlijk bestuurders of belangrijke mensen, maar ik heb er een abstract hoofdje op gezet. Hier waren ook de bestekken van bewaard gebleven. Er zijn er zelfs nog onderdelen van in het Centraal Museum, waardoor we ook heel goed de details konden invullen. En de kleuren. Volgens mij waren de kleurbeschildering bestekken waren er ook nog. Dus dit is een bepaalde kleur zwart en goud. Ja, zo lopen we dus verder door middeleeuws Utrecht. Ondertussen is de hele omgeving ook gereconstrueerd. En nu gaan we naar het laatste perspectief. En dat was die Sarendam. Dus die heeft hier gezeten om zijn domtoren te tekenen. En, het stadhuis. En komen dus eigenlijk op dit perspectief uit. Sarendam stond staat bekend om zijn, in zijn perspectieven, dat hij altijd heel goed dat kloppend tekende. En ik had toch altijd, als ik deze tekening zie, van ja, iets klopt er niet. Het voelde raar of zo. De domtoren lijkt zelfs een beetje schuin te staan misschien. Nou, het grappige is dus, als je goed gaat kijken, dan zie je dat hij drie vensters van het schip van de kerk tekent. En hij wil mooi de gevel van het stadhuis laten zien. Maar als ik daar ga staan en ik wil die gevel laten zien, dan zie ik dit. En dan zie ik drie vensters. Dan staat die domtoren ineens helemaal naar rechts achter dat snippenvliegthuisje wat ik net heb gemaakt. En de stadskraan staat er ook helemaal voor. Dus ja, je kunt toch gaan kijken, hoe zit dat dan? Ja, je ziet hier die drie vensters. Dus dat klopt, dus het perspectief klopte wel. Nou, allereerst moet ik terug naar een ander perspectief. Ik maak hier gebruik van een camera, een virtuele camera. Die heeft een bepaalde lensafstand. En dat is een heel technisch verhaal. Maar een oog van een mens werkt anders. Die heeft een andere diepte. Nou, dat kan je ook instellen, dat gebeurde net dus. Dit is al meer het beeld van wat hij tekent. Dus dat ging ik eerst doen, maar het klopt nog steeds niet. En ja, toen waren we daar achter gekomen. Eigenlijk doet hij dus hetzelfde wat die Honingen deed. Die ging eerst rechts zitten om het stukje stadhuis te tekenen. Je ziet mooi de drie vensters. Klopt die ook? Nou, de domtoren klopt niet. Gaat hij een paar stapjes naar links en dan gaat hij de domtoren tekenen. En dan, dan klopt het weer. Dat is dus ook gelijk een valkuil. We gebruiken veel van historische bronnen. En dat zijn de mensen die het echt gezien hebben en getekend hebben, dus dat moet wel kloppen. Maar je ziet dus dat het ook gewoon kunstenaars waren die een mooie compositie wilden neerzetten. Dus vaak combineren ze dus ook twee perspectieven en moet je dat ook een beetje met een korreltje zout nemen of een beetje extra checken. Maar het blijft wel een mooi plaatje en het heeft ons zeer geholpen. Het leuke is van op deze manier reconstrueren is dat het dus ook in de vierde dimensie kan, en dat is de tijd. Hier zit een leuk plaatje tussen dat we een tijdmachine hebben eigenlijk, wat we kunnen gebruiken. Veel van die gebouwen die zijn natuurlijk opgebouwd en die zijn verbouwd. En er zitten heel veel sporen in. En die sporen zijn te koppelen aan bepaalde periodes. Nou, als je alles dus uitpelt en in periodes zet, kun je dus ook een ontwikkelingsbeeld maken van hoe zo'n gebouw zich ontwikkelde. Hier het Janskerk in de vroege middeleeuwen en hoe dat dan langzaam ontwikkelt in de middeleeuwen en in de renaissance tot bijna het huidige. De ontwikkeling van het Katharijnenconvent, hier mooi op een kaart geplot, van kapelletje tot hoe we het nu herkennen. Dit is dan één gebouw, een beetje alle tijdsvormen naast elkaar gezet. Hier zie je ook meteen de vroegste fase, weten we dat het er stond, maar niet wat voor vorm die had. En het wordt steeds gedetailleerder en steeds meer aangevuld, omdat we steeds meer gegevens hebben. Dat laat je op deze manier ook zien. En zo hier ook Keizerrijk op de hoek. Van links oud naar rechts nieuwer. Nou, ongetwijfeld wel bekend de Domplein. Romaanse fase. Hoe het zich ontwikkelt. En het steeds voller wordt. Tot het moment net voor de storm. Nou, dit is dus een combinatie van al die gegevens. En soms heb je ook gewoon wat meer gegevens. Ik weet niet of dit is
Deze wordt heel vaak gebruikt in de lezingen door mijn collega's natuurlijk al. Van de Domkerk hadden we heel veel rekeningen, die zijn ook bewaard gebleven, waardoor we konden zien hoe die kerk van Romaans, dus de Romaanse Domkerk, langzaam transformeerde naar de Gotische kerk. En die bouwrekeningen zijn op jaar, dus dan kun je precies per jaar eigenlijk aangeven wat er gebeurt en hoe die kerk gebouwd werd. En leuk is dat de Domtoren dus halverwege verschijnt en de kerk pas later volgt. Nou, ik ga volgens mij best wel snel. Ik kan daar gewoon nog een keer doen. Er werd net gezegd 135 dia's, dat duurt wel heel lang. Ik ben al op 123, dus het schiet op. Waarvoor worden deze dan gebruikt? Nou, ik gebruik ze naast het uitwerken van het onderzoek. Kunnen we ze natuurlijk ook gebruiken voor publicaties. Ze worden heel veel gebruikt in boeken. Een plaatje vertelt meer dan een verhaal bijna. Tentoonstellingen, misschien wel bekend bij jullie. Dit is de Domtoren tentoonstelling uit 2012, 13. Om u de stad wordt ook, het Centraal Museum is groot afnemer van mijn werk. Hier hebben we iets gedaan met animatie en geïnterpreteerd. En de laatste gezonde stad, daar zat ik wat subtieler in verwerkt gelukkig. Niet veel mensen misschien gezien, maar in de zalen, de ontwikkeling, hoe verder in de tijd was, heb ik de hele bovenkant zag je de ontwikkeling van de stad. En ja, dat viel eigenlijk niemand op. Vandaar dat ik het op. Maar het was per zaal ontwikkeld de stad zich en uiteindelijk was het de huidige stad. Nou, en leuke is, ze zijn hier ook vanavond. Ze worden ook, dat is een recent project, gebruikt om striptekeningen mee te maken. Vanwege het 900 jaar bestaan van Utrecht is er een strip verschenen. En daar heb ik onbewust ook aan meegewerkt. Hier zie je wat afbeeldingen van Paleis Loven. En toen kreeg ik naderhand te horen dat een collega van mij had het stiekem doorgestuurd of doorgespeeld naar de striptekenaars. En nou ja, dit is mijn werkmodel en dat is wat ze ervan gemaakt hebben. Dus dat is een hele leuke aanvulling van hoe je het ook nog meer, hoe je zeg maar de modellen weer kan gebruiken om een nieuw verhaal te vertellen. Nou, dit beeld komt ook wel bekend voor als je het zo ziet. Maar we gebruiken het ook, het is natuurlijk in 3D allemaal, dus je kan ook allemaal leuke dingen doen. Hier staan wat bezoekers van het Castellum staan in het Romeinse badhuis met een VR-bril op. En het ziet er heel raar uit, maar zij staan echt in het badhuis. Dus zit er een beeld in en als je dat uitklapt, dan zien zij dit. Dit is 360 graden, dus je kan rondkijken en dan zij staan voor de massagetafels. Ik ben ook altijd aan het experimenteren met 3D-printen. Je kan ook maquettetjes printen. Dus hier rechtsboven Domplein 1500 en onder hoe je nu is. Het is leuk om het verschil te laten zien. En zo'n 3D-model werkt wel leuk. Dat kun je mensen vastgeven en die kunnen er omheen lopen, draaien. Of ik heb er een Romeinse wachttoren. Dat is mijn eerste project eigenlijk geweest inderdaad. Die hebben ze nu ook een soort van herbouwd op de Hoge Woerd. Dus op basis van die reconstructie die we gemaakt hebben, kun je ook weer een fysieke reconstructie maken. Nou, ik ben al op het einde, joh. We hebben net ook toevallig vandaag een website live. Waar, dank je. Op deze website staat alles ook nog een keer uitgelegd. Die staat sinds vandaag live, dus daar kun je nog wat rustiger ook van deze verhalen teruglezen. Dan, bedankt voor de hele mooie plaatjes. En wat is mijn timing eigenlijk? Hoe lang heb ik er nou over gedaan? Je hebt het nog binnen de 3 kwartier gehouden. Nou, dan is het... Maar ik kan me voorstellen dat er misschien ook nog wel vragen zijn vanuit de zaal. Die jij wilt beantwoorden. Want zeker? Je hebt gezegd, tenminste tegen mij, wat heb ik het liefst aan het eind. Want anders verstoort het verhaal te veel. Dus als er vragen zijn, gaan er. Hier zie ik al een mevrouw. Het viel me op dat er zoveel kleur in de Domtoren zat. Is dat ook gereconstrueerd op beelden? Of, ik zag veel rood. Ja, dat is ook gereconstrueerd inderdaad. We hebben een onderzoek is er gedaan in de Domtoren en dan bleek dat er nog beschildering op de bakstenen zat. En ook in de archieven wordt nog gesproken over het schilderen van de toren.
Dus wij nemen aan dat hij ooit rood-wit was. De onderkant rood en de lantaarn wit geschilderd. Dus dat hebben we ook gereconstrueerd inderdaad. En dit, dat is aan mode onderhevig geweest? Of? Ja, nou ja, ik heb het hier, het zit hierin inderdaad. Ik zal even teruggaan. Oh, dan breken we alles weer af. Wat een ziek idee. Hier vooral inderdaad. Dit is dus inderdaad in de middeleeuwse fase. En later werd dat, kwam het niet meer voor in de rekening. Dus waarschijnlijk is die verf aan weersinvloeden onderhevig geweest. Dus later wordt hij een beetje herkenbaar zoals hij nu is. Maar wij nemen aan dus dat hij inderdaad ooit redelijk kleurrijk was. Wanneer was dat voor? De middeleeuwen, dus tot 1550, tot net voor de reformatie. Daar zijn nog rekeningen van dat hij, om de zoveel jaar werd er de lantaarn in ieder geval geschilderd. Daar zie ik nog een vraag. Ik ga even naar de website, een momentje. Ik werk eigenlijk met de hele afdeling, werken we hier aan. Ik ben de enige die dit doet. Maar ik heb natuurlijk niet alle kennis in mijn hoofd zitten en ik weet ook niet alles precies. Dus ik vraag vaak iemand erbij. Dus we zitten met z'n tweeën achter mijn computertje en dan gaan we lekker werken. Dus eigenlijk doen we dit met de hele afdeling. En hoeveel mensen zijn dat? Ja. Een stuk of 20, denk ik, of zo. Maar ik ben maar alleen, dus ik kan maar zoveel maken. Oké, ik zie daar nog een vraag. Is dit een programma wat je zelf hebt gemaakt, of een bestaand programma? Het is een bestaand programma wat ik gebruik. Op zich maakt het tegenwoordig niet zoveel uit welke software je gebruikt, maar het is inderdaad een programma wat eigenlijk gebruikt wordt voor in de filmindustrie, om animaties te maken, dus een beetje moderne film of zo, waar een draak in voorkomt of een kasteel of zo, dan is dat in dit programma wel gemaakt. Maar er zijn tegenwoordig veel meer programma's, ook open source, dat je allemaal gratis kan downloaden, waar je zelf kan gaan knutselen. Het is meer inderdaad de techniek erachter en de combinatie van die bronnen en dat op de goede manier interpreteren, dat het is helemaal uniek maakt. Het is niet het programma aan zich die dit zo maakt. Ja, hier nog een vraag. Mm-hmm. Snippervlucht. Snippervlucht, ja. Hoeveel tijd gaat er ongeveer? Ja. Ja, dat is altijd een vraag van, hoeveel tijd kost dit dan? Dat is altijd moeilijk in te schatten. Soms heb je heel veel gegevens en dan kan het heel snel gaan. Vooral die switch van dat detailleren bijvoorbeeld, dat de grove vorm is al bepaald. Dat is het meeste werk, van dan ga je echt kijken of het allemaal past. Maar dat detailleren, dat gaat dan redelijk snel, dus... Maar het is moeilijk om er een tijd aan te koppelen. Doorlooptijd bijvoorbeeld, hè? Van wanneer ben je eraan begonnen en wanneer dacht je van oké, nu is het. Ja, dat zou zo werken als ik, in projecten zou werken met een begin en eind. Maar nee, ik denk dat dit gaat om het hele complex dan. Ja, daar heeft heel veel onderzoek aan vooraf gezeten. Ja, het zal een halfjaartje geduurd hebben of zo. Maar het maken zelf, dat is dan relatief snel gedaan eigenlijk. Maar sommige projecten gaan heel snel en sommige duren wat langer. En soms blijft er ook iets liggen en dan pak je later weer op en dan kijk je er weer anders tegenaan. En dan zie je weer nieuwe dingen. Dus, het leuke is dat het ook inderdaad digitaal is en dat het ook aanvulbaar is. Als we nieuwe gegevens hebben, kun je ook weer invoeren. Dus misschien komt er een onderzoeker die ineens iets anders ziet en dan kun je het gewoon weer aanpassen. Gerrit? Ja, waar ben je nu mee bezig? Waar ik nu mee bezig ben? Wij zijn in blijde verwachting. Ja, ik ben verschillende dingen aan het doen eigenlijk, heel veel tegelijk. We hebben net die website gelanceerd, dat heeft heel veel werk gekost, dat is dus heel wat anders. Maar ik ben eigenlijk nu bezig met een soort basismodel te maken door alle eeuwen heen, zodat ik daar altijd op terug kan vallen. Dat is een heel grof basismodel per eeuw, van hoe ver ik in de reconstructie kan gaan. En dat probeer ik dan te combineren en daar probeer ik al het onderzoek aan vast te koppelen. Dus het is meer inderdaad de koppeling van het onderzoek en de verantwoording van het onderzoek aan de 3D-modellen. Dat is, maar dat is ook al een zoektocht die ik ook al 10 jaar aan het doen ben. Dus ik weet niet of dat... Ik zie hier nog een vraag. Wat is je grote ambitie? Ik heb gehoord dat je de hele middeleeuwse stad in de 3D wil ophouden. Ja, dat op zich dat zou een ambitie zijn. Wil je de vraag herhalen? Niet iedereen... Wat mijn ambitie zou zijn, of ik heel de stad in de middeleeuwen wil opbouwen.
Dat is inderdaad de ambitie, maar ik, ja, mijn eigen ambitie is dan toch meer het koppelen van al het onderzoek en het beschikbaar maken van het onderzoek aan die 3D-modellen. Zodat ik het ook kan overdragen aan anderen, zeg maar. Dus dat bewijzen van het op internet gezet kan worden, iemand door die stad heen kan lopen en op een gebouwtje kan klikken en dan alle informatie krijgt over de reconstructie, zeg maar, en het onderzoek wat er aan onder zit. Dat is misschien een beetje ambitieus om dat... Ja. Dat zou heel mooi. Ja, ja, ja. Ja. Ik sta open voor suggesties, dus. Oké. Ja? Ik zie nog een vraag, maar ik weet niet of we het nog hebben. Ja? Ja, ik vond de tekening van Pieter Samer dan heel mooi. Vooral jouw verklaring erbij. Hoe die een beetje naar links komt, een beetje naar rechts. En dan dus alles toch prachtig in beeld kreeg. Als ik die tekening zie, dan denk ik steeds: de domtoren die staat een beetje in een kuiltje. Want de onderkant lijkt net alsof iemand weggezakt is. Mm-hmm. Ja, het zou goed kunnen dat hij inderdaad op de verdieping van het gebouw achter zich heeft gestaan. Dat was een gasthuis, dus daar kon hij misschien makkelijk naar binnen. En dat hij daar ook boven, want hij kijkt ook een beetje op de straat, zeg maar. Dus ik denk dat hij toch wel misschien wel 3 posities gecombineerd heeft. En het tekenaar werkt natuurlijk ook veel met de schets die hij eerst opzet. En dan gaat hij later ook detailleren. Dus dan loopt hij misschien even naar die domtoren toe van hoe zit dat precies. Ja. Ja, dat denk ik wel. Rood-wit is natuurlijk kleuren Utrecht. Dus dat zal wel een reden hebben, ja. Oké, nog eentje. De laatste. Hoe hoog waren die huizen aan de Snippervlucht eigenlijk? Goeie vraag. Normaal gesproken ga ik dan even een 3D-model en dan zet ik een maatstokje langs. Ik denk een meter of 15. Er zitten 3 verdiepingen op, volgens mij waren dat. 3 of 4 verdiepingen. Ja, ja, dan is het wel 15 meter tot de nok. Maar gemiddeld thuis. Oké. Ik zou het hierbij willen laten. En Daan, heel hartelijk dank voor je geweldige presentatie. Ik heb het overleefd. Je komt hier natuurlijk niet weg zonder een kleine attentie. Een 2D-model. 2D-model. Boekenbon. En we hebben hem ook in 3D. Oh, wat dus, goed. Dan kan ik hem afbranden. En die kan je afbranden, ja. Ja. Ah, dankjewel. Goed. Ik wil straks even haast maken om de show aan de gang te krijgen. Maar ik wil toch even nog van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te vestigen op de volgende activiteiten van Oud-Utrecht. Op 30 november hebben we in het Bartholomeus Gasthuis een lezing van Erik Graafstal over het Romeinse schip. Dat is altijd leuk, want Erik is een bevlogen spreker en... Het slaat natuurlijk ook op de kopie van het Romeinse schip, zoals we daarmee door de Utrechtse buitengrachten varen. Dan is er op 9 december weer een historisch café. En dat wordt ditmaal gegeven door Ingmar Zwart, die ons gaat vergasten met een verhaal over de muurformules. Dat wil zeggen muurschilderingen die gewijd zijn aan eminente Utrechtse wetenschappers die het resultaat van hun wetenschap in een bepaalde formule hebben gegoten. En dat gaat hij uitleggen hoe dat zit. Dan hebben we 11 december hebben we in het Utrechtse archief de presentatie van het jaarboek. En op 21 december is de laatste lezing van dit jaar in het Bartholomeus Gasthuis, en dat is Renger de Bruin met het rampjaar. En voor de rest zou ik zeggen, blijf de agenda in de gaten houden, want het blijft maar stromen. Dank voor de aanwezigheid en drink nog een glaasje. APPLAUS